Guten Abend. Ich würde mich gerne fragen, ob Gott geht. Mal gucken, vor allem natürlich Robert Willems hat, ob Gott geht. Das ist die letzte Lesung in der Track Kask Hiskriegs. Und als ich wusste, dass ich vanavond het genoegen had, um Robert in te leiden, dachte ich, ich dachte even thuis in mijn boekenkast. En ich fand hier dit blauwe boekje, dat Robert ook zelf meegenomen heeft. En dit is voor mij persoonlijk een belangrijk boekje, omdat dit eigenlijk. Te maken heeft met het moment dat ik Roger ontmoet heb en leren kennen heb. Dat was naar aanleiding van de tentoonstellingen van Munden in Duitsland. Dat was ik samen met Jan Moed gemaakt heb. En waar eigenlijk een van de kiemen van Roma Publications geboren of ontstaan zijn. En dit kleine boekje is daar voor mij symbool voor wat Roma betekent. En dat is voor mij dus een vorm van een heel kritisch enthousiasme dat ik zeer vaak voel in de manier hoe met kunstenaars gewerkt wordt, hoe boeken gemaakt worden of hoe samengewerkt worden met allerhande soorten partijen, of het nu musea of individuen zijn of grote of kleine instellingen of enkelingen. En eigenlijk staat achteraan in dit boekje eigenlijk een zin die je zou kunnen toepassen op Roger. En ik geef na die zin onmiddellijk het woord aan Roger en die zin luidt. En iedereen kan het invullen zoals hij wil. And belongs to a place where things cannot come to their end. En ik hoop dat dit hetzelfde geval zal zijn met Roma Publications. Ja, leuk dat jullie met zoveel mensen zijn. Er werd mij verteld, er zijn meestal tussen de 10 en 20 man. Ik vind het een beetje overweldigend. Nou, dit sluit, waar ik mee wil beginnen, dat sluit ook goed aan bij wat Filip net vertelde. Want, dat is ook echt het begin geweest van het hele project uitgeleid waar ik nou nog steeds mee bezig ben. En het heeft heel veel te maken met samen met Mark Mandels, waar Filip dus ook vanaf het begin, of nee, in 1999 ook eigenlijk een indirecte aanleiding was dat we samen publicaties zijn. Wat hier op tafel ligt zijn uitsluitende publicaties die ik met Mark Mandels heb gemaakt. En het was niet zo dat ik met hem zo het eerste boekje maakte wat we Roma noemen, maar ik had al met Mark Nachtzaan een jaar daarvoor in 1998 een klein boekje gemaakt bij een tentoonstelling voor de Bureau in Amsterdam. En daar had ik als ja, bijna eigenlijk als een soort onder ons grapje tussen Mark en mij had ik gezegd van Roma uitgave nummer 1 met het adres van mijn woning en studio in Arnhem, met het idee dat we misschien nog meer zouden gaan maken. En in diezelfde tijd was ik bezig met Mark Mandels om een catalogus te maken voor Sao Paulo Biennale. En maar ik was eigenlijk assistent van een andere ontwerper in Arnhem, Birgit Bierma, die opdracht gekregen had en die werd na verloop van de tijd ongelooflijk moe van Mark, dat hij steeds weer met nieuwe ideeën kwam en dan ineens een hele doos met dia's met hem in de studio schoof. Dat was voor mij een hele leuke kennismaking, omdat ik eigenlijk ineens iemand ontmoette. Ik kende zijn werk al wel, maar eigenlijk ja, dat was gewoon een hele grote klik om dezelfde manier van denken eigenlijk over hoe je het kan aanpakken. En eigenlijk dingen ook niet zo ingewikkeld hoeven te zijn. Dat je, nadat we dat boek gemaakt hadden en ik dat eerste boekje met Mark Nachtzaan had gemaakt, was eigenlijk precies dezelfde tijd. Had ik dat laten zien en kwam ik bij hem op het atelier en hij had eigenlijk al meerdere ideeën voor publicaties in de studio. Hij had een reeks met titeltjes hangen waar hij misschien nog beelden bij kon maken. En hij legde me uit dat die titels vaak eens voor de werken kwamen. En ook voor hem een soort opgave waren om vanuit de taal eigenlijk dat te laten
zien in beelden. En het heeft ook dat blauwe boekje opgeleverd wat Philippe net in zijn handen had. En dat was Roma nummer 3. En hij heeft eigenlijk al die titels hebben we in het boekje gezet. Landscape with the Sound of the Flag, bijvoorbeeld. The Place Where My Thoughts Are Frozen Together. En een van de titels is Colored Room with Black and White Scene. En het idee was eigenlijk dat achter elke titel een hele zeven mogelijkheden ligt. Waarvan we eentje wilden laten zien, als een hele willekeurige greep uit de miljoenen mogelijkheden, eindeloos. En dat was een fotoserie die zijn atelier heeft gemaakt van een georganiseerde chaos, waarin op een tafeltje in zwart een black and white scene, zoals het dan genoemd werd. Een zwart-wit stilleventje met een printstift en twee wasknijpers. En dit boekje hebben we dus gemaakt met het idee dat er zeker meer moesten volgen, omdat eigenlijk al die titels vroegen om een uitwerking. En sommige werken zijn daar ook uit voortgekomen, maar ook dit boekje. We zijn toen blijven nummeren, dit was nummer 24. Maar eigenlijk de teruggang van het eerste boekje, wat heel kaal was, met alleen die titels, met een deurkatern. Die hadden we nog bewaard bij de drukker. En daar hebben we één laag aan toegevoegd. En ook zoals dit, Place Where My Thoughts Are Frozen Together, is erbij gedrukt. En sommige hebben een andere reactie gekregen of er is overheen gedrukt. En er zijn andere titels bijgekomen. En dus eigenlijk een klein laboratorium eigenlijk met beelden en met tekst en met de woorden afzonderlijk met nieuwe combinaties maken. We hadden eerst één inhoudsopgave met alle woorden alfabetisch en daarna twee. Maar dat heeft eigenlijk een hele stroom van dingen opgeleverd die een beetje zo in de avonturen en een soort vriendenproject naast onze eigenlijke werk. Want hij nog steeds natuurlijk maakt een tentoonstelling aan zijn werk. En ik had altijd opdrachten van andere uitgeverijen. Vooral ook boekvormgeving, maar ook alles wat jij als ontwerper zo doet, hè, zo in de huisstijl. Maar mijn interesse lag wel vooral in mijn boeken en drukwerk. ik kan niet alles vertellen, maar wat er opvalt bij dit is dat er zijn een aantal dingen die heel erg nauw verwant zijn aan Marx zijn werk en aan zijn vrije werk als hetzelfde deel van zijn werk of van zijn sculpturen. Er zijn bijvoorbeeld ook al deze onleesbare kranten uit voortgekomen. Er zijn er nu 5 van, die liggen hier 4. En die zijn ooit bedacht omdat hij een werk had gemaakt. Of dat stond nog onaf in zijn studio. En dat is dit. En hij liet me zien dat hier in die horen had hij kranten geplakt. En het stoorde dat je daar gewoon dagelijks nieuws kon lezen van, nu zou het allemaal over Wimbledon gaan of de economische crisis, maar dat was 10 jaar geleden. En hij voelde al aan dat dat gewoon, dat mag gewoon wat in het werk zitten. Moet er dan dus tijdlozer zijn. En toen bood ik aan om daar gewoon specifiek zo'n krant voor te maken die dan kon gebruiken als papier-maché-krant. Die is dan samengesteld uit alle Engelse woorden die random door elkaar geshuffeld zijn. Met foto's van honden op zijn atelier op de grond. En die gebruikt hij ook heel veel. We moeten eigenlijk steeds bijdrukken omdat hij steeds meer nieuwe kranten nodig heeft. Zonder om ramen dicht te plakken, maar ook om. Overal, hij heeft overal wel kranten bij hem. Dus nu ook weer in het. Huis?
voor het manhuis, ja. Maar wat ik even ook wilde vertellen is dat van dit soort dingen maakte ik ook met andere kunstenaars, zoals dus met Mark Nachtzuim en met kunstenaars die ik in Arnhem ontmoette en mensen die op me afkwamen. Dus het was eigenlijk al vanaf het begin niet alleen een project met Mark Nachtzuim of Mark Manders, maar het was meer mijn soort openheid om ook interesse om met kunstenaars gewoon dingen te maken die dan veel eigenlijk dat daar niks tussen hoeft te staan. Er was bijna nooit een opdracht gegeven om aan te passen. Het was altijd een heel directe samenwerking. En de eerste keer dat ons van buitenaf werd gevraagd of we een boek wilden maken wat er echt moest functioneren in de distributie en voor een instituut. Dat was eigenlijk dit boek voor bij een tentoonstelling in Toronto, Art Gallery of York University. En dit is nummer 35. En zij kende al die krantjes en kleine dingen en fotoboekjes. En die vroegen ons om een boek bij de tentoonstelling te maken. Dat was net na Documenta, 2001. En dat hebben we toen samengesteld en daar ook een distributie bij op poten gezet. Omdat dat moest, dat was trouwens ook met name een tekeningenboek. Dat je toch ook een verantwoordelijkheid hebt naar zo'n instituut dat dat boek ook gezien gaat worden. En dat je niet alleen aan vrienden en kennissen zo een beetje uitdeelt. En vanaf toen zijn we gaan samenwerken met de IDBooks in Amsterdam. En die zijn gespecialiseerd in het verspreiden van eigenlijk uitgaven van wat kleinere uitgeverijen die ze bundelen en met vertegenwoordigers over de hele wereld eigenlijk aanbieden aan gespecialiseerde boekwinkels. En dat liep natuurlijk eerst helemaal niet vol. Maar het was een loket om in ieder geval beschikbaar te zijn. Dus als boekwinkel interesse heeft en nog steeds een had, dan kon het in ieder geval besteld worden. En omdat er voor ons eigenlijk allebei niet zoveel op het spel stond, maar dat het veel meer een soort hobby was, konden we dat gewoon heel rustig laten doorontwikkelen eigenlijk. En bijvoorbeeld dit boek is een boek met tekeningen. We hebben in 2002 gemaakt. En het heet, het is wat het is. Several drawings on top of each other. De titel is eigenlijk ontleend aan een werk van een bronzen hond. En die ligt met zijn kop op een stapel tekeningen. En dat is dan, die stapel is dan eigenlijk voortgezet in een hele grote rij van ongebruikt papier. En de eerste tekening op die stapel is deze tekening. En dat boek laat daar een selectie uitzien. En dat is in 2002 gedrukt. En dat is nog steeds niet op en dat wordt soms besteld. Maar zo hebben we eigenlijk steeds tegen die boeken aangekeken dat het fijn is als ze langzaam gaan. En dat ze er zijn omdat we het wilden maken. En dat we niet echt zo specifiek voor de gelegenheid snel wilden maken, maar ook niet snel wilden verkopen. En dat is eigenlijk heel leuk om te zien. Dit legt nu alleen dingen van Mark neer. Ik zit nu onder de 280 uitgaven. En heel veel dingen van de begintijd, waar je eerst van dacht, hoe moet je ze in godsnaam laten, die beginnen ook allemaal op te raken. Omdat we steeds toch alles weer in het leven kunnen inblazen door het bij elkaar te laten zien. En eigenlijk ook niks uitmaakt. Zo'n boekje van 2009, is eigenlijk nog steeds nieuw als het de hele tijd in de doos heeft gezeten. Of zelfs in de kast heeft gestaan. En dat geeft heel prettig een soort ontspanning van dat je daar ook verder niet zo druk om hoeft te maken. En dat zo'n boek
dit hebben we vorig jaar gemaakt. Het gaat over dat ze uiteindelijk alleen een dia-serie gemaakt heeft van een fictieve tentoonstelling die hij in elkaar gefotoshopt heeft. En ja, dat is eigenlijk een uitvergroting van een van die twee die daar ligt. En die zou ook eerder gemaakt kunnen zijn. Dus het, wat mij betreft ook helemaal niet een, ja, een issue of dat of dingen ja, nog actueel zijn. En dat is eigenlijk de start geweest waarop we eigenlijk alles hebben doorgebouwd. En ook dat gevoel van dat het zo'n vrije ruimte is waar je gebruik van kan maken zonder je opgejaagd te voelen. Dat is iets wat nu het gegroeid is en ook wel bijna fulltime van mijn ja, job is geworden. Dat ik dat toch altijd zo blijf voelen. En ook doordat die boeken eigenlijk van ik weet niet hoeveel ja, dingen door elkaar eigenlijk allemaal in distributie zitten, is het ook altijd nog een oplossing om even niks te doen. Dan komt ontstaat er zelf weer ruimte. En eigenlijk wou ik dit even weghalen en eigenlijk vervangen door recente boeken. En ik ben zelf ook wel benieuwd naar, want volgens mij heeft dat een heel ander gevoel. Een heel ander ja, palet. Maar misschien, als het weg is, is het natuurlijk weg. Hè? Misschien moet ik maar even. Maar ja, een van de dingen die dan misschien wel jammer is als ze weg zijn. Dit is een krant, en het is jammer dat die eerste er niet bij ligt. Het was op uitnodiging van Jan Goed en Philippe dat we in Hamlunde eigenlijk iets hebben gemaakt voor de publieke ruimte. Een vergelijkbare aanpak eigenlijk als voor Drake, dat de tentoonstelling iets, of de kunstenaars echt kunnen reageren op de omgeving. En Mark stelde voor om een krant huis in huis te verspreiden. En die krant, die had als thema het getal 5 en die zouden wij, Mark en ik samen, in 5 dagen ter plekke maken. En dan zou die dus tijdens de tentoonstelling huis in huis verspreid worden. En dat hebben we ook gedaan. Maar die heb ik niet bij. Maar daarna in 2001 bij Sonsbeek in Arnhem, waar Philippe en Jan Hoek weer zeg maar de curatoren waren, hebben we eigenlijk hetzelfde gedaan in die krant. Hier wel bij. En dat was dus de Nederlandse versie met alle Nederlandse woorden van 5 letters in 5 kolommen van 5 rijen en ook weer gemaakt in 5 dagen. En nou, hier wordt die 5 geïntroduceerd, dus een vriendelijk 5-je. En hier krijgt het al een beetje een rare bijsmaak van 5 rabarbers en 5 snijbonen. Ik heb het opgezet. Ja, en we hebben ons eigenlijk toen gedragen, en voor mij was het wat abnormaal dan voor Mark, want Mark die is deels zo, dat we een soort obsessie hadden in die dagen een werkruimte hebben gemaakt waar we alles verzamelden. En ja, alsof we een soort neurotisch persoon waren die ja, ongelooflijk enthousiast werd als hij een 5 ergens tegenkwam. En dit is dus ook huis en huis verspreid en met wisselende reacties van mensen, ja, die hebben daar niet om gevraagd en dan krijg je net zo'n raar ding zonder uitleg in de bus. Maar ik heb het altijd, ja, het was sowieso een hele leuke manier om samen zoiets te maken wat er alleen maar kan zijn eigenlijk door het ter plekke te doen en te fotograferen en te drukken en in zo'n project mee te laten draaien, want dat kan ook zonder zo'n project. En die, daar hebben we trouwens ook posters bij gemaakt, hè, in de stad op Voorloot, maar dan alleen met het programma. En deze. Het zijn kleine tijdelijke sculptuurtjes die hij in Tokio op straat heeft gemaakt. En die ook ja, op de foto dan staan en dan eigenlijk ja, niet meer bewaard zijn. Ja, deze heb ik wel gezien. Ik weet dat er ook in de tentoonstelling lag, maar dan op straat neergelegd. Maar dit illustreert wel een beetje zo, de plezier ook en
sowieso ook de open geest van Mark en ja, mijn geluk eigenlijk om daar mee te kunnen werken. Om, die overvloed van ideeën die eigenlijk om niks anders vragen dan het uit te voeren, mee te delen. Zo hebben we ook tekeningkranten gemaakt. Dit was de eerste bij een tentoonstelling in de galerie in New York, waar die verder geen tekeningen liet zien, maar wel deze krant. En dit is over 1999. En, ja, ik vond het altijd heel fijn om de krant is natuurlijk gemaakt om compleet vol te stoppen met informatie. En zo ben je ook geconditioneerd dat jij dus een krant op die manier tot je neemt. En dat je dan eigenlijk het hele leven laat om alleen tekeningen inzet. Dit is gewoon in een kelder gedrukt ergens in New York. En dat je ook aan mensen mee kan geven. Elk werk met een heel slechte camera de foto's van gemaakt, maar wel mooie foto's, ook. Maar ook zonder enige inmenging van professionals, want we voelen ons eigenlijk altijd amateurs. Maar dat je het gewoon in de eigen hand houdt, omdat we dat boek hebben gemaakt met onze eigen foto's, met eigenlijk ook rare beslissingen, die leven pagina's tussen de verschillende werken. En ik denk dat wij eigenlijk ongemerkt kwamen in een gebied van dat je ontdekt dat je gewoon een boek kan maken en ook wat dan meetelt of gewoon verkocht kan worden, maar wat eigenlijk met een heel klein team gemaakt wordt en een veel eigenwijs kan zijn in zijn vorm en zijn directheid. En dat vaak eigenlijk om zeep wordt geholpen door hele constructies met instituten en met teksten die er per se in moeten en niemand leest. Maar als het om tekst gaat, dan moet het gewoon in tekst zijn. Dan kun je misschien soms beter een mooie pocket van maken. Of maar dat is natuurlijk altijd anders. Dus daar is geen regel voor. In dit geval hebben we het boek helemaal leeg gelaten. Alleen de tekst hebben we op een los velletje erachterin gestoken. En dat is dan de enige tekst. Dat is niet waar. Er is dan nog een referenceboek bij. Nou, dat krijg je erbij als je dit koopt. En dat is dan eigenlijk zo typisch dat ik niet vergeten ben, want daar staat dan alle institutionele achtergrondinformatie. Zo hebben we. Nu gaat het heel erg om Mark. Dit is een dichte bundel. Dit is een heel fijn fotoboekje wat we voor het Poëziefestival Wat Toe hebben gemaakt. En toen dachten we van nou, we gaan gewoon eigenlijk een poëtisch boekje maken waar geen taal in staat. Maar we hebben ons beperkt tot Arnhem. Maar in Arnhem, waar we toen al bij woonden, mochten we wel weer afbeeldingen fotograferen die weer uit andere plekken van de wereld kwamen. Zoals een scheur in het asfalt. Naar een aardbeving en zie je wel, maar goed. Misschien, ja, iedereen die nieuwsgierig is geworden door een omslag of een flits, die moet er straks maar even uit een doos vissen. Dit zijn de laatste twee boeken die we, de laatste drie hadden. Deze is kort geleden verschenen bij de tentoonstelling in Nien. En deze zijn de tosterie in Mexico. Ik ga nu over naar recenten. Van alles wat tussen
geïnteresseerd, kan ik echt niet, kon ik echt niet meenemen. Dus ik heb nu verder allemaal boeken van 2011 en een paar van dit jaar. En nog een paar dingen ertussenin. En dan wil ik het wat meer hebben over hoe het er nu voor staat en ja, hoe ik daarmee bezig ben. Dit is onze website al vanaf ja, heel lang. Dus eigenlijk een heel klein jaarverschriftje waarmee ik een lijst heb gemaakt. En het is een nieuwe van deze tijd, want ik moet alles in HTML erin schrijven. Maar het functioneert nog heel erg goed voor mij ook als ruggengraat. Al die nummers. Ik heb wel eens gedacht om mensen mee te spreken, maar het is zo ontzettend handig. En deze website is ook voor mij nou vast waar ik makkelijk even weer terugkijk als ik iets moet weten of opzoeken. Dus we hebben hier vanaf Roma 1 overal geknopte informatie en een paar afbeeldingen. En dan zie je hier in die lijst van de eerste jaren dat naar Mark Knapp staan en een paar namen dan ineens heel veel dingen van Manders in verschijnen. Toevallig ook nog Marije en Maartje Teunissen en nog meer Maas. Maar die heb ik nog een keer maar opgegeven, die training. Een jaar gaan verzamelen. Dus deze twee dozen samen zijn 2011. En dat was heel kwalitatief jaar. Nu komen er een paar andere dingen tussendoor. Dat is van dit jaar, 2012. Deze met het smak gemaakt. Kleurrijker geworden, maar nog steeds niet heel erg kleurrijk. Dit is ons enige vervolg. Ja, hier zitten misschien ook wel een paar boeken bij die hier al tegen zijn gekomen in de winkel of bij het smak.
best wel veel Belgische dingen zijn. Boeken net als met Dirk Braakman, Aglaya Conrad, Michel François en Mark heeft nu ook al bijna alles in België. En, ja, dit was er zitten nou dus een paar dingen bij van andere jaren en van dit jaar. Maar dit was de oogst van vorig jaar waar ik voor het eerst eigenlijk het gevoel had dat ik er fulltime mee bezig was. Dus het heeft sinds vanaf 1998 zo heel langzaam mijn tijd in beslag genomen. En nu wordt het ook gezien als een uitgeverij. En geeft het ook wel eens rare situaties dat mensen daar een heel bedrijf achter verwachten. Maar dat is helemaal niet zo. Ik werk eigenlijk altijd alleen. In samenwerking met de kunstenaars. En soms is daar nog een instituut achter. Maar dat interesseert me meestal niet zoveel. Omdat het moet echt gewoon van rechtstreeks van de kunstenaar worden. Dus. Of van een curator die kan eigenlijk of en dat geeft nou wel een rare situatie dat een uitgeverij heeft bijna een publieke functie van dingen uitgeven, spreiden, zichtbaar maken. Dus ik moet wel heel vaak nee verkopen. En dan is het best lastig uit te leggen, want het gaat vaak niet over kwaliteit, maar gewoon over beperkte capaciteiten. En dan moet je toch kiezen om de dingen te blijven doen die zeg maar in één lijn blijven met waar je mee bezig wil zijn. En dat is wel iets waar je steeds ook aan het balanceren bent. Omdat je ook weer moet kijken hoe het kan groeien en wat je erbij kan nemen of je met andere ontwerpers kan werken. En dat is ook iets wat ik wel ook af en toe uitprobeer, wat ook soms heel goed gaat. Dat ligt er niet bij, maar het boek van Uta Uizenrijk, dat Julia Worm gemaakt heeft. Dan heeft ook heel groot succes is geweest, meteen uitverkocht. En dit boek heeft Julie Peters gemaakt. Voor een Engelse fotograaf. Maar Lucia Fang, die jarenlang zijn vriendin heeft gefotografeerd, die had een telefoon in zijn. Dan zie je eigenlijk. De eerste keer dat ik het zag, keek ik vooral naar het huis wat verandert en naar haar kapsel en naar haar manier van bellen. En wat er mooi aan is dat nou ik het vaker gezien heb, dan word ik er wel melancholisch van omdat ik het eigenlijk bekijk vanuit de fotograaf. Die eigenlijk voortdurend is buitengesloten en dat hij steeds ziet dat zij heel fijne gesprekken heeft. En hij staat er zo heel stil bij met zijn camera. En ze kijken hem zo eigenlijk ongeïnteresseerd soms aan van hoe sta je er weer met die camera? En dat voelt voor mij bijna als een zijde, maar ik denk als het erbij past dan is het eigenlijk heel fijn om toch daarin te groeien en ruimte te bieden ook aan mensen die erbij passen. En eigenlijk wil ik dit boek nog even laten zien. Dat is ons jubileumnummer geweest, nummer 100, in 2007. En het tweede bladje, Parallel Encyclopedia. Die titel heeft als Philippe bedacht voor Bartje. En dat is ook een boek dat op zichzelf een tentoonstelling, als een soort tentoonstelling gezien kan worden. Omdat dit heeft er eigenlijk nergens mee te maken. Ze heeft dat niet gemaakt voor bij iets anders of dat het tentoongesteld was, maar ze heeft dat echt heel langdurig samengesteld en uiteindelijk mondde dat alleen maar uit in dat boek. En het begon gewoon met een persoonlijke collectie van boeken waar ze soms maar een paar plaatjes uit interessant vond. Wat daar interessant aan was eigenlijk het onderwerp of eigenlijk het onderzoek in dit boek. Dat ze, die voor zichzelf begon te archiveren en te scannen en in mappen steken. En uiteindelijk de sequentie zo fijn stellen dat het eigenlijk een
een heel coherent verhaal is geworden waarin je van alles tegenkomt, maar dat eigenlijk ook wel gaat over een spanning van soms ook wel de inhoud, maar eigenlijk ook over de kracht van het beeld, van de allerlei verschijningsvormen van structuur en van ordening en chaos en historische dingen. En voor ons was dit ook wel een heel mooie ervaring, omdat dat boek gemaakt werd. Dat was voor ons ook een hele grote investering en ja, daar zat eigenlijk niemand op te wachten. Maar dat heeft heel langzaam zijn weg gevonden en is twee keer uitverkocht nu. En is ook op heel veel plekken opgepakt. Er zitten heel veel collecties, er is ook in tentoonstellingen geweest, heeft haar allerlei tentoonstellingen opgeleverd. Uitnodigingen voor gastlessen en lezingen. Dus dat boek heeft echt gefunctioneerd op een hele onverwachte manier eigenlijk. Dat bleek ook, ja, 2007 is ongeveer 5 jaar terug, bleek natuurlijk ook heel erg net te leven dat ja, het hele hergebruik van beelden en dan natuurlijk deel ik vragen naar copyrights en naar het nieuwe samen door beelden bij elkaar te brengen in een nieuwe werk te maken. En ja, dat heeft ons ook heel veel vertrouwen gegeven eigenlijk in om zo'n boek. Daar staat verder geen tekst in. En er was ook geen uitleg in, zoals ik al zei, in enkele andere context. Behalve dus haar eigen verhaal. En daar is ook vorig jaar ook een soort vervolg op verschenen. Dat heet Surface Series. En dat is eigenlijk bijna te zien als een soort uitvergroot hoofdstuk. Wat hier natuurlijk niet in zit, maar wel een klein gebiedje wat hier ook in had voor kunnen komen, maar dan heel erg verder uitgewerkt. Dus het gaat allemaal over erosie en oppervlaktes en over de structuur van de aarde. Uiteindelijk met allerlei nog landschappen waar het weer bedekt is met laag sneeuw en ijs. En zo hebben we eigenlijk in die hele reeks ook wel kleine reeksen van kunstenaars die dan regelmatig weer terugkomen. Of waar ik ook vriend mee ben en dan op bepaalde momenten weer iets mee gaan maken. En dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom het al gauw vol zit met de projecten, omdat je daar natuurlijk de voorrang aan geeft. Daar is dan al een voorgeschiedenis bij. En dan gaan de dingen ook altijd ongelooflijk zo soepel en vanzelfsprekend dat je met een half woord eigenlijk voor elkaar wel eens krijgt. En dat zie je ook bijvoorbeeld Kees Stoutzwaard, staat hier toevallig open. Het is een schilder die ook hier in Smak geëxposeerd heeft. En die maakt zo heel realistische schilderijen van met olieverf. Van eigenlijk vlakke papier die hij met tekens op een model maakt. En dan heel zorgvuldig naschildert. Eigenlijk de vergankelijke materialen, want het model staat een paar jaar aan, dan is het helemaal aan het loslaten en bladderen. Maar dat vereeuwig je eigenlijk in de openbare materialen. En Kees is iemand die we ook heel lang bij ons hebben als een van de kunstenaars waar we ook tentoonstellingen dan weer mee inrichten of natuurlijk ook boeken mee maken. Dit is ook de meest recente boek. Dus dan, het is een ongelooflijk kaal boek, maar ja, het zijn gewoon de schilderijen. Wat wel grappig was, is dat we hadden dat zo gemaakt. Toen de schok was dood, we hadden helemaal vergeten ergens in het boek te zetten dat het olieverf op canvas was. Dus wat iedereen, dat is een valkuil, dat iedereen denkt gewoon, ook in een tentoonstelling, dat het gewoon tekens zijn met papier. En alleen mensen die goed kijken, die en hadden het hele boek nergens neergezet. Dus toen heb ik daar nog een errating in moeten zetten, wat eigenlijk wel weer heel goed is, want dan krijg je weer extra aandacht voor. En ik had een van die schilderijen thuis staan,
die heb ik eigenlijk net weggehaald. En toen ik hem van de muur ging halen, toen zei mijn zoontje, die is 7, die zei: oh, wat jammer dat je het schilderij hebt weggehaald. Dus ik was heel blij om te horen, dus ik vroeg of hij het mooi vond. En zei hij: ja, ik denk het wel, maar ik heb het nog nooit gezien. En toen, ik snapte niet wat hij bedoelde. En toen zei ik: ja, wat doe je dan? Zei hij: nou, het is ook jammer als je het weggaat voordat jullie het hebben uitgepakt. Hij dacht dat het altijd ingepakt was. En toen vertelde ik dus dat toen liet ik hem van heel dichtbij zien dat het geschild was. En toen zei hij zo: oh, maar dan is het bedrog. Mijn schoonmoeder dacht al dat het een soort grapje was op een brief. Dat we dat zo hadden, hetzelfde niet. Even denken. Hoeveel tijd hebben we eigenlijk gereserveerd hiervoor? Ik heb nog een derde hoofdstuk. Hebben we tijd? We hebben tijd, maar tot hoe laat? Ja, dan moet het. Dus we hebben nog een half uur. Ja. Kijk. Dit is een recentboek dus van Mark Nachtzaam, waar ik ooit het eerste boekje mee maakte en een hele reeks van flyerachtige vouwbladen en kleine boekjes mee heeft gemaakt. En op een gegeven moment komt wel het moment dat hij toe is aan een gewoon boek eigenlijk. En dan kun je wel zeggen van ja, we waren net zo lekker bezig met die vervolgjes, maar toch is het eigenlijk op dat moment al relevant om gewoon een boek te maken wat hem ook weer wat verder kan helpen. Dus, ja, heel banaal wat ik zeg, ook interessant is voor zijn galerie en voor zijn verkoop, want hij moordt al jaren aan eigenlijk met een minimum aan inkomsten. Maar ik vind het wel leuk dat je dan met mensen meegroeit en op een gegeven moment, ik zou dan best wel verdrietig zijn als je dat weer iemand anders zou maken. Dus er ontstaat een soort band van vertrouwen in. Ja, en dan is het ook heel leuk om daar dan je best voor te doen en samen te investeren en dat boek proberen te verkopen. En dan bijvoorbeeld hier als eerbetoon aan de eerdere dingetjes hebben we zo'n vrouwblad erin gestopt. Die is nog een keer zo bij elkaar ziet. Die ligt toevallig daar. En dit is een boekje van heel iemand anders van Nico van Duivenborden. En daar hebben we een tekening van Mark op de voorkant gezet. Omdat gewoon heel mooi bij paste. En zo eventueel voortdurend ook kruisbeschrijvingen en allemaal lijntjes die ik niet zomaar even allemaal uit de doeken kan doen. Maar dat kan ik even wel precies maar aanvoelen dat het zo functioneert. En dus op een bepaalde manier functioneert dat een beetje als een soort galerie. Maar dan alleen maar voor gedrukte dingen. En soms ook wel andere dingen. Ook dat we wel eens een echt werk produceren of verkopen of gemaakt hebben. En dan kom je helemaal natuurlijk op dat terrein van in kunst handelen. Maar de nadruk ligt wel altijd op de boeken. En dit is bijvoorbeeld een editie, dat hebben we nou voor het eerst gedaan. Ook met het oog op onze financiële. Dat is we noemen het Roman Support Edition. En dit is dan de tekening van Mark. En die hebben we gedrukt in opmaak van 100. En de titel is A Few Things One Is Not Allowed To Do. En die verkopen we dan voor 250 euro zijn. Maar dat is dan eigenlijk een soort pilot voor iets wat we wel jaarlijks willen gaan doen. Om met de kunstenaar waar we mee samenwerken dan ook een editie te produceren die misschien ook mensen gaan volgen en jaarlijks geïnteresseerd zijn om te kopen. Maar dat zijn eigenlijk weer hele kleine nieuwe takken die we uitzetten. Omdat het wel houdbaar moet zijn. En dat is ook eigenlijk een hele leuke sport, vind ik eigenlijk, om het zo te doen dat je het ook vol gaat houden. Dus ik wil het echt, ik zou niet weten waarom ik er ook mee zou stoppen.
Maar daar hoort wel eens bij van, ja, dat je ervan kan leven op een gegeven moment bijna niets anders doet. En ja, de kosten lagen allemaal ook genoeg in. Dus, en boeken kosten meestal meer dan dat ze opbrengen. Dit is ook wel iets wat ik even wil toelichten. Dat duikt af en toe op, maar daar heb ik net twee andere ook van liggen. Dit is de derde die we gemaakt hebben van Open Days. En dat is eigenlijk een vrij samengesteld, ja, hoe zou ik het zeggen? Het is eigenlijk ontstaan omdat we ooit gevraagd werden door Cullen Muller in Otterlo, in het park in Nederland, waar ze onze eerste boekjes wilden laten zien bij de tentoonstelling van Mark. En of we daar een publicatie bij wilden maken. En dat vonden we eigenlijk een heel oneigenlijke vraag, omdat we die behoefte helemaal niet hadden om daar weer op te reflecteren. En omdat ze wel een klein budget ter beschikking stelden en een presentatiemoment en verder het aan ons overlieten, hebben we eigenlijk die ruimte kunnen genomen om iets te laten zien wat we mooi vonden. En hebben we een selectie van Nederlandse hedendaagse poëzie gecombineerd met gewoon een afbeelding van kunstwerken, ook van mensen met wie we werken, maar ook met de eerste iets van Dirk Braakman en Mark Nachtzaam. Dit is een ansichtkaart van Luc de Leu die bij Mark op de wc hing. Er zit nog zo'n klein schildertje. En een hele onbekende schilder uit Arnhem. Martin Hendricks. Een foto van Jan Kempelaar. Maar dit is een die we recentelijk gemaakt hebben. Maar die eerste keer was dat eigenlijk precies hetzelfde layout. Alleen een net iets andere. Ja, heel lang. Hier stond een vierkant. Maar dat was dus eigenlijk onze. Soort tentoonstelling door ons gecureerd in drukwerk. Maar dan wel eigenlijk gepresenteerd op de vlak van het instituut. En ook op de opening hebben we eigenlijk alleen maar dat boekje gepresenteerd met ook dichters te laten lezen. En ja, bij het museum, bij het Cullen Muller, dat zijn ze nogal conservatief. Ik voel het best wel raar. Want zij wilden eigenlijk niks mee te maken hebben, want zij kwamen toch. Ze hadden wel last van dat mensen dachten dat het een tentoonstelling was daar, of was geweest. En dat vonden ze gewoon niet fijn. Dus het ging ook heel snel, die waren toen allemaal voor 1 euro of zo, waar ze daar zo op stapel, zo'n snelweg. En die hebben we ook nog steeds, nemen ze nog steeds mee. Van, dit was de laatste, dat was een tentoonstelling in 3. De tentoonstellingsruimte in Parijs, Milaan en in Middelburg. En dan is die steeds in de taal gepresenteerd waar we dan waren. En dan konden mensen het gewoon meenemen. Dat was ook onze bijdrage aan de tentoonstelling. Dus dat is ook iets wat we altijd nog erbij doen. Dat is ook eigenlijk heel logisch dat we. Ja, op uitnodiging en heel soms op eigen initiatief, dat we weer een overzicht tonen van het geheel. En dat is ook iets wat voor mij natuurlijk altijd in mijn hoofd zit, maar meestal met de mensen met wie ik werk, is toch 1 of 2 boeken waar je samen iets mee deelt en die ze weer mee op zich gaan nemen. Maar dan is het wel heel welkom om soms het weer bij elkaar te brengen, ook weer even te toetsen van wat is nou eigenlijk het. Ja, die toonbaar waarmee alles zich onderling verhoudt. En dit was een presentatie in Middelburg, in de leesal. En het waren 3 ruimtes. De achterste ruimte was een leestafel. En dit is een serie posters die ik gemaakt heb. Dat is gestopt bij 11. Maar dat kwam omdat ik maakte steeds gebruik van de achterkant van het drukveld voor uitnodiging van kunstenaarsinstituut in Den Bosch. Die vroegen ook gewoon maar iets met hun, eigenlijk met iets met hun willen doen. Dus toen heb ik zo naar hem toe gedraaid, dat ik steeds op de achterkant van die drukvelden, die werden dan weer achtergesneden, aan de andere kant stond dan informatie gedrukt.
eigenlijk die ruimte te benutten. En dan elke keer als we de tentoonstelling werd geopend, ging er één poster meer in de gang. En iedereen had ook uitnodiging dat een klein fragment daarvan had gekregen. En na 11 zijn ze gestopt. En ze zijn helemaal niet. En hier zie je dan. Hier zie je een paar dingen. Dit is dan een muur die Bartje Sutter heeft gevuld. En hier hangt een schilderij van Kees. En ik heb nu recentelijk, die loopt nog steeds op de tentoonstelling in Bremen, waar ook de kunstenaars bij hebben uitgenodigd. Oh ja, want ik wil wel zeggen dat bijvoorbeeld die serie van Mark Maastaan, die dan uiteindelijk nu zo'n boek is geworden, en dat vind ik dan ook weer klein in ieder geval. Dat is niet zo dat dat dan verleden tijd is. Want bijvoorbeeld met een andere kunstenaar, Arnhem Holleman, ben ik nu eigenlijk in een stadium waar ik dus met Mark Maastaan 10 jaar geleden in zat. Dat we eigenlijk, ik heb hem daar niet al bij, maar we hebben een hele reeks kleine giveaways. Dit is een cd met pianomuziek van zijn overleden vader, die dan opnames had gemaakt van het oefenen, om zelf terug te luisteren. En dit is een uitgeschreven versie van een lezing die hij gehouden heeft bij onze presentatie in Castillo Corrales in Parijs. En met hem ben ik nou echt zo al dat soort kleine dingen aan het maken. Ook die gaan over één werk of één tekst waar hij mee bezig is. En dat zijn dan kleine zo richtpunten voor hem ook om iets af te ronden. En om dan op te nemen in een reeks van dingen die dan later misschien ook gebundeld kunnen worden. Of misschien een heel andere vorm gaan geven. En zo ligt hier ook nog iets tussen van Olaf Nicolai. Dat is was ook een gratis meegenomen met papier. Droomfragmenten die hij heeft verzameld meteen nadat hij wakker werd, als hij gedroomd had. Dit had hij ook gedroomd, die titel. En dat vond ik ook grappig, want ik had dan Diabata en had ik hem zo opgestuurd. En zei van, nou herinner ik me weer, het was toch echt Diabatia. Dat kon niemand voor hem controleren. Dus. Dat is een heel privé ding eigenlijk. Ja, nou dan wil ik de laatste 20 minuten eigenlijk besteden om een pdf te openen, eigenlijk als een soort openbare werkbespreking. Want ik ben eigenlijk door het SMAC uitgenodigd om voor de tentoonstelling die nu in de stad te zien is, Track, de catalogus te maken. En daar zijn we nog volop mee bezig. Maar het leek me wel leuk. Ik heb eigenlijk ook gebruikt als excuus voor mezelf om vanmorgen gewoon daaraan te werken en niet de lezing voor te bereiden. Dus ik wil het laten zien en moet het wel ietsje verder klaar zijn. Dus dat doe ik dan nu aan doen. Ja, ik denk dat veel van jullie al een tentoonstelling gezien hebben. Ja, er zit toch iets, omdat het toch gaat over het verhaal achter Roma. Er was eigenlijk sprake van een samenwerking met een andere uitgever waarvoor ik alleen een vormgeving zou doen. Maar ik voel wel aan van wat ze bij het SMAC van mij verwachten. En mijn werkwijze strookt eigenlijk niet met de rigide planning en de richtlijn die zo'n uitgever logischerwijs voor zo'n project voor ogen heeft. Om een heel strak budget in de hand te houden en de planning. En precies te weten van tevoren
hoe het boek eigenlijk in elkaar steekt. En dat je daar gewoon alleen de layout voor moet verzorgen. Toen is dat na wat discussie eigenlijk helemaal mijn kant opgevallen. Dus ik zal het ook uitgeven en een vorm geven. En dat toen samenstellen samen met het hele team van Track. Maar we hebben dus voor gekozen om dat pas echt aan te pakken na de opening. Zodat alle werken daadwerkelijk ook gedocumenteerd kunnen worden. En ook lang mee kunnen gaan. Ik heb het boek in mijn hoofd echt als iets voor wat over 10, 20 jaar moet functioneren en niet alleen maar nu. En misschien dat ik, ja, we hebben de identiteit die eigenlijk heel goed functioneert door we ons aandacht gemaakt, hebben we helemaal losgelaten. Dat is ook niet denk ik nodig om die dingen aan elkaar te koppelen. Dat is veel meer een tijdelijke functionaliteit van de promotie en ook de ik vind trouwens vrij goed werken als je de website ziet om de varianten van gebruikte letters. Maar dat hebben we helemaal losgelaten en alleen maar gedacht over van ja, dit moet gewoon een kloppend object worden wat nog een flinke tijd mee kan gaan. Want er zo internationaal wel bij boekwinkels blijft liggen en hopelijk de kort wordt ook geïnteresseerd. En dit is eigenlijk een schets van het omslag. Met een fragment van een project van Mark Lodewijks op de voorbank. Een heel sumier, eigenlijk een hele simpele tekening met zo'n mooie illusie van perspectief. En je ziet het krijgen op het printteken van zijn bezig zijn. En ik dacht ook altijd van, dit zal nog wel een discussie opleveren, dat we geen kunstenaar eigenlijk op de voorkant moeten presenteren. Omdat jij bijna alle werken zouden toch zo iconisch worden als je ze zo voorop zet. Maar in dit geval, omdat het een fragment is van eigenlijk een heel vergankelijk en los project. En dat het ook een voordeur heeft en zo'n huisnummer. Het is in de Zondernaamstraat. Het stond er een keer op en het is er niet meer afgegaan. En ik ben benieuwd hoe dat straks de reacties gaan zijn. Ik heb het ook nooit voorgelegd eigenlijk om af te zien. Daar links staat een fake tekstje, dat alles wat die magenta kleur heeft, is nog niet aangeleverde tekst. Maar ik stel me voor dat daar iets van nog, misschien gaat het ook weg, maar daar zou daar iets kunnen staan. Die kleine woorden omheen, dat zijn eigenlijk die zes zones die zo rondom die pagina cirkelen. Ook dat track, smak en de ondertitel. Draaien zwak, een draaien opslag. Dan krijg je een pagina. Dit geel is gewoon een dun houten offsetpapier. Een geel papier, wat voor alle tekst gebruikt wordt en alleen in zwart-wit gedrukt wordt. Dus dat is eigenlijk zo'n los, zo'n vlodder papier van de eerste pagina's. Dit is het logo van Smak wat vervangen is dat track op de voorhemel. Dus, het eerste deel van de inhoudsopgave. En het manifest, wat een prominent onderdeel is van het concept. En hebben we wel ook eerbetoon aan wat het allemaal is. Maar ook om die verschillende talen nog in te verwerken, die boosters. De campagne eigenlijk nog plaats. De kaartjes zijn ook niet wat we willen, het is gewoon een ruwe schets eigenlijk. Maar we houden toch wel vast aan de ordening in de stad, omdat die clusters nog redelijk coherent zijn, maar ook een identiteit geven aan zo'n groep kunstenaars. Misschien is het niet nodig voor een boek, omdat je uiteindelijk nooit meer niet verwacht dat mensen met een boek door de stad gaan lopen. Maar het is wel zo dat alternatieven zouden zijn als alfabetisch of op een andere manier ordenen. Maar dat was eigenlijk niet beter dan de clusters die al bedacht waren nogal een zekere eenheid vormen. Hier zou dan zou het beginnen als inleiding. Trouwens leuk dat er geen voorwoordjes in staan van de stad en van de schepen van goed
hier wat respons. Maar het begint eigenlijk met een gesprek tussen Tis Derkom en de curatoren. En dat is een heel mooie inleiding op het boek, waar het, ja, het enthousiasme van afstraat. En dat wordt eigenlijk met referentiebeelden geïllustreerd. Het gaat ook over Jean de Rami en over de etjes. Het moet heel klein, want dat is een werk dat juist niet gekomen is. Hè. Dat moet zo niet maar zijn. Nou, alles is nog echt meetbaar, weet je. Eigenlijk mag ik het nog niet zien. Deze foto heeft eigenlijk als een soort mooi moment naar voren gemaakt. Want ik kwam te laat voor de openingsceremonie. Dus ik liep daar eigenlijk best wel een beetje verloren, liep die trap op. En ik wist dat het voorbij was, maar ik ging zo even kijken. En toen was ik zo leeg en achter me was de receptie. Ik vond eigenlijk een heel mooi beeld om aan te geven van een voorbereiding of een afbreken. Ja, toch een groot publiek moment, maar juist de stilte van de voor of de na. Hier zijn twee mensen al een beetje zo in de kamer aan het losstrekken. In het kuipje. Hier vraag ik dus om een toelichting voor de komende pagina's. Dat is eigenlijk een paar schetsen van Jonah Friedman uit een schetsboek over middelgrote steden in Europa die verbonden zouden kunnen worden met het net. Maar dat heb ik in een fietsenrek geplaatst eigenlijk. Maar niet zozeer, kijk, dat wordt gewoon een ander gevoel. Dat zit er eigenlijk als een soort insert in. Maar dit is eigenlijk even een testje. En hier begint dan het eerste. Ja, cluster. En dan blijft dus alleen het woord citadel boven en de rest gaat even weg. En zo krijg je dan door het boek heen verschijnen waar het nodig is. En ja, ik denk dat het wel goed is, maar in vergelijking tot de bezoekersgids en de website is er wel veel aandacht besteed aan de teksten over de projecten, maar ook over kunstenaars. En daar ben ik ook over, ja, wel blij mee voor het boek, dat je ook echt informatie krijgt en is nog niet voor alle projecten gelukt, maar heel vaak wel. Nou, dit moet nog komen. Dit is ook nog niet goed. Maar zo hebben we eigenlijk een. Het is vrij constructief, maar ik wil in zo'n geval. Ik ben naar al die projecten toegegaan en ook altijd de camera meegenomen. En bijvoorbeeld hier bij het werk van Downwind en Brexit. S'avonds teruggegaan, omdat ik overdag viel op dat daar iemand aan de kast stond. Maar die functioneert natuurlijk alleen s'avonds. En ik denk dat het wel opzet is, omdat het eigenlijk een heel mooie dimensie aan het werk geeft. Van romantiek en van een soort neproromantiek. Van deze bladeren achter de kast. Dit is de openingsceremonie. Dit werk is nog niet klaar, dus dat moet nog ingevuld worden. Ja, soms wat sneller. Dit is het gesprek tussen de vissers. Dan wordt het boek eigenlijk na het cluster zo onderbroken door een heel kater. Ja, hier kan ik me voorstellen dat als het werk van Augustijn komt, dat we daar een mooie parkintentie van maken. Theoretische tekst van Royce. Dit is eigenlijk de plek waar ook de ballon van de olie gaat. Ik zou het bijna wel meer willen, maar ik heb gewoon in dit afgelopen week ook foto's gemaakt
bent natuurlijk een buitenstaander, maar ik dacht, als je foto's maakt waar juist niet zoveel op te zien is, dan zal er misschien over een langere termijn nog veel meer een tijdsbeeld geven. Of in dit geval juist het weglaten van zo'n beeld, maar wel dat dat nu een paar keer in het terrein is en dat die, ja, dat die bomen erbij staan, dat je toch zo inmiddels, ja, sommige dingen zullen niet veranderen, maar ook veel wel. En ik heb niet de kennis over al die plekken. Je kunt het ook gewoon kijken. Dan kom je nog wel meer tegen van die stadsgezichten. Dit wordt een performance die is nog niet uitgevoerd. Het zijn trouwens overgrote deel van de werken zijn gefotografeerd door Dirk Pauwels Museum. Ik heb eigenlijk alleen de kaart opgevuld en stadsgezichten en toegevoegd. Of soms details. Dingen die ik in de regels als de Brexit bij aanmaken. Hier heb ik net een commentaar gehad, ik zal het veel. Ik ga er iets van uitvoeren, deze waarschijnlijk. Vision and Wise hebben we de eerste drie tafels van boven gefotografeerd. Om echt wat van het te laten zien. Ja, dit ziet er nou heel goed uit, maar dat wordt heel fijn. Dat je ook de ingrediënten van zonder kan blijven met deze aan. Van Alon, dat zijn de Wikipedia-groepen. En de installatie. Het werk van op de dag van de universiteit. Die kan misschien dan weer een paar keer meer krijgen. Wiener kwam vandaag een heleboel tekst van binnen, dus dat is weer omgegooid. Ik zat ook heel erg vol. De oude documentatie die we er nu van hebben, er zat ook een pdf bij van het ontwerp. En leek me wel mooi om het eigenlijk zo op een lege pagina te plaatsen, zodat het, dat het boek echt een werk van Wiener bevat. En dan zou zelfs een paginacijfer te veel zijn. En hier ben ik nooit gewoon op het geel verder gaan. Misschien kunnen we dan nog ergens anders doen. Foto's van de achterkant. Vanuit een soort van een steentje. Moeten we kijken of dit blijft staan. Maar dit is dan ook een leesbaar. Dit is eigenlijk een tekst van Hekmans die daar permanent op de muur staat. En het is vlakbij bij dit van Wiener. Maar het zou natuurlijk verwarrend kunnen zijn, de mensen weten dat dit voor de tentoonstelling gaat. Hier nog iets. Werk van Bovenmans. Deze teksten moeten we nog krijgen, vind je? Dit is de wc, de nieuwe wc van restaurantje, Turks restaurantje Alta Turkus. En dat is dus de wc van een belangrijk Europees kantoor in Brussel. Is het geïnstalleerd in het Turks restaurantje. Dit is dus de wc nu in het Turks restaurant. Precies naar mij. Dit zijn handgeschreven artikelen van de grondwet, ja. Constitutie. Ja, dus
Dit is de Sondernaamstraat. Er zijn vaak overgangen naar de nieuwe clusters. Het huis van Kampot. En dit is de Vons. Zonnes. Ik dacht, dan kan iemand thuis ook nog iets rustig naspelen. Precies het formaat van een normale bladmuziek. Ja, hier zijn we ook nog een beetje aan het schrijven met de beelden. Zeker als hij op omslag zou blijven, dan gaat hij waarschijnlijk weer een pagina uit. Dit zijn de notities die hij zelf heeft geschreven tijdens een werkperiode. Deze zou dan waarschijnlijk sneuvelen. Dus het is dan dubbelop. Het verhaal over de vermiste duiven. En ik heb deze ook wel echt foto ingezet, omdat het beetje, ja, ik hoop dat het nog een jaar of tien dan beschikbaar blijft, het nummer. Maar de internationale versie bijvoorbeeld, dat wil dat mensen gaan bellen. Dit is nog niet op orde. Er komen portretten in van de interviewer. De bonus. Dit zijn, ja, dat zijn die robotstoels. Of ja, dat gebied. Dit gebouw zou ongeveer dit volume aan afval worden. Opbrengen als je het zou neerhalen. Bughout, heel veel persoon van de installatie. Volgens mij de enige keer dat we aflopend hebben. Dit is waar Bughout ook in geïnstalleerd is. Het is een mooie omgeving daar. De 100 meter baan. Je moet nog ergens het op het smak staat ook dat knipperende cijfer. Dat moet er denk ik ook nog even in. 4. We hebben nog geen tekst. En Benjamin van Dong. Mooie setting in de kerk. De laatste bladzijde van het kleurgedeelte. Ik ga van over in het nawerken. Dit is nog niet goed uitgezocht, maar er is heel veel natuurlijk omdat ja, als je aan het opbouwen bent, dan wil je het ook steeds foto's maken. Dus we hebben een zee aan opbouwmateriaal. En het is toch wel interessant om de kunstenaars aan het werk te zien en de toeren die zijn uitgehaald. Maar dat is iets wat we nog zo veel gaan uitzoeken. En eigenlijk is het heel overzichtelijk, het is wel bijna 180 pagina's.
zou ongeveer zo goed worden als van François. En ja, daar ben ik nou mee bezig. En dan is het museum er wel achter. Maar ja, ik moet zeggen, het is echt ontzettend leuk om te doen, door een boek te maken. En tegelijkertijd is het best wel stressvol, omdat je, ja natuurlijk, je hebt je eigen perfectionisme en je bent afhankelijk van heel veel materiaal wat moet komen. En dan heb je ook de verwachtingen. En als je dan denkt van, nou ben ik ongeveer, dan ga je zelf kijken of je krijgt net als voor jou zo'n lijst van commentaar op je bocht, waar je dan eerst denkt van, volgens mij vind ik het verschrikkelijk. Maar dan, ja, en dat is eigenlijk een soort, dat is een beetje mijn dagelijks werk. En zo ben ik nu met waarschijnlijk binnenkort een boek voor Wiels, op de tentoonstelling van David Kool. Die maak ik niet zelf, maar dat is dan ook toch heel leuk om met Wiels, om ook als uitgever dan met de ervaring die je zelf hebt met een boek en ook gevoel ik een soort van wens die je hebt bij een boek en het werk wat ik goed ken van Kool, dat het ook goed werk eigenlijk als uitgever alleen. Dus dat zijn soms ook wel situaties waarvan je denkt, dat zit ook wel toekomst. Dat je niet alles zelf hoeft te maken, maar dat je ook het kan onderbrengen en kan begeleiden eigenlijk als uitgever. Dit is een heel obscuur dichtbundeltje wat er eigenlijk van Pieter Bosstraat. Een kunstenaarsgroep met Erik Beltran, die allemaal subjectieve theorieën over hoe de details in de wereld functioneren. Hoe je van daar afkomt tot met hoe je heelal in elkaar zit. En dit wordt dan eigenlijk in de reeks van de pittoreske fotoserie van Jan Kempenaars nog een kleine uitgave. En zodra dit boek klaar is voor Track, krijg ik een heel omvangrijk boek met Mark maken, eigenlijk weer terug bij af zou je kunnen zeggen, omdat hij de Heineken Kunstprijs heeft gewonnen in Nederland. En dat is eigenlijk een geldbedrag, of in ieder geval een mogelijkheid wordt er geboden om een boek te produceren. En dat kunnen we omdat we zelf uitgeverij hebben of een andere hier doen. En moeten we alleen in zo'n voegen de kruiden, komt het boek aan en dan de prijs. Dit gooien dus. Het alleen ruzie te maken met de Vlaamse gemeenschap, die nu twee keer helaas geen subsidie toebekend omdat ze de tekst niet goed vinden. Ja, dan moeten we dus zelf betalen. En ja, hier nog een paar mensen die aan het werk zijn. En dat is eigenlijk een lijstje wat waar ik steeds achterloop. Want er komt ook wel een steeds verdiend bij. En dan wanneer je verschijnen heeft, heb je gewoon te maken met wanneer het de tijd eruit voor is. Dus misschien moet ik het hier maar bij afsluiten dan. Want het is al later dan pak ik het opnemen. Maar misschien zijn er nog vragen of klachten. Adios is dus onze distributeur. Die doen we het weer. De logo, die bestaat niet, dat zijn gewoon zelf. Er zijn wel mensen die dan uitgebreide brieven naar Toko schrijven. Als je antwoord krijgt van Toko, dan ben je even voor de gek gaan. Als er geen vragen zijn, wil ik graag jullie bedanken voor jullie aandacht en Robert natuurlijk vooral om ons een inkijk te geven in wat Roma Publications